Kees, wat ga je maken? We gaan het voorgerecht maken. Het is mozzarella met tomaat. En daar komt dan een lekkere olijfolie overheen. En met basilicum erbij. Dus simpel gerecht, maar wel mooi om te zien. En toch zeker iets aparts, ja. En prachtige tomaten. Ja, van geweldig, hè? Keur de Boeuf, ja. Dat is echt, die zijn lekker. Geen kattenvis, nee. Nee, prima. Nee, het is heel leuk om te doen. En Willem, waar ga jij de mensen mee verwennen? Ik heb net een beetje afgerond een clafoutis. Dat is een nagerecht dat uit Frankrijk, uit het zuiden van Frankrijk komt. En je kan dat zien. Dit zijn abrikozen. Die gaan in een bakvorm. En daar komt een soepel deegje overheen. En dan gaat dat een drie kwartier in de oven. En dan snijden we daar puntjes van. En dan krijgen de mensen dat op hun bord als een toetje. En, daarnaast staan de tuinbonen. Want dat wij dunne kalfslapjes maken. Die beleggen we eerst met een klein stukje parmaham. Dan komt een salieblaadje over en dat halen we door de bloem. En dan bakken we dat. En dat ziet er dan heel feestelijk uit. En dan gaan we nog aardappeltjes bakken daarbij. Je ziet de pannen, ja. die staan allemaal klaar daarvoor. Uh-huh. En dan hebben we ons drie gangen menu voor vandaag hebben we onder controle. Althans, dat hopen we. En soms is dat ook een verrassing natuurlijk, hoe dat dan loopt. Maar Kees en ik zijn langzamerhand al aardig op elkaar ingewerkt. Twee jaar dat we dit doen. En het is elke keer weer een uitdaging om iets leuks te verzinnen waarvan je denkt, nou, dat vinden de bewoners hier ook lekker. En wij zien aan de reacties wel of ze zeggen het of we zien het aan de gezichten. Maar ik vind het ontzettend leuk dat de Lon hier belangstelling voor heeft. Ja, als tuurlijk. Als ik dat mag zeggen, want ik ken natuurlijk de Lon al een die ken je wel. Lange reeks van jaren. Maar voor Nune, in Nune, zo moet het. Dus, En wij proberen de leuke onderwerpen mee te pikken. Maar we moeten het soms ook wel weten. Ja, je moet het weten, maar dat komt meestal ook goed. Dat blijkt wel weer. Hè? We doen ons best. Ans, jij bent de initiatiefneemster van Koken met Sterren. Waarom ben je dat gestart? Een aantal jaren geleden is hier een cliëntenraad gekomen. En dan brainstormen met elkaar waar worden deze bewoners blij van. Onder andere eten. Zij krijgen goed eten hier, hoor, daar niet van. Maar om iets extra's te doen hebben we één keer in de maand twee koks. Of een koks en een koksmaatje. En een gastvrouw die de tafel leuk dekt en extra lekkere gerechtjes maakt. Alsof ze in een restaurant. Ja, zoiets. Een aantal gangen en een bloemetje op tafel. Uh-huh. En er ontwikkelen zich dan mooie gesprekken. Zijn er genoeg vrijwilligers, genoeg mensen die willen koken? Maar als er iemand... Het ijs is dun.